Welkom allemaal. Wij herdenken vanavond de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de overleden Nederlandse militairen tijdens missies in het buitenland. Direct beginnen wij met het voorlezen van gedichten door de leerlingen van de openbare school Het Kompas. Vrede. Een dag zonder vrede is een dag zonder vriendschap. Een dag van oorlog is een dag van de dood. Een dag van geweld is een dag zonder liefde. Kom, doe er wat aan, want een dag zonder ruzie is een dag van vriendschap. Met vriendelijke groeten, Shanoa. Mijn overgrootopa was een van de verzet. Hij redde mensen bij huis en huis. Hij offerde zichzelf voor tientallen mensen of bij zichzelf. Dat was heel mooi. Ook al kostte het bijna zijn leven, wij kunnen nu in vrijheid leven. Waaronder ik, Tom. Vandaag is opa weer op de vlucht. Hij ziet de bommenwerpers in de lucht. Ze vliegen richting Rotterdam. Dat bombardeerde ze in vuur en vlam. Vandaag zal hij weer suiker moeten eten. En voor de mof weer zwaar moeten eten. En hij moet naar Duitsland voor lange tijd en weet niet wanneer hij wordt bevrijd. Vandaag denkt hij aan de erevelden, waar hij duizenden kruisen telde. Zo gaat opa terug naar bezettingstijd. In zijn hoofd is opa nooit bevrijd. Morgen gaat opa terug naar het heden en sluit zijn ogen voor het verleden. Maar hoe het opa rent of plooit, zal opa de oorlog nooit. Dit is gemaakt door Leef jou vast en twaalf vogels. Dodenherdenking. We vieren morgen de vrijheid. We zijn nu 2 minuten stil. We zijn blij met alle overlevenden. Blij met de vrijheid die iedereen graag wil. 5 mei 1945 werden wij bevrijd. Na 5 jaar oorlog, dat was een hele tijd. De geallieerden hebben ons gered. Zij hebben de Duitsers uit het land gezet. Maar vandaag is het 4 mei. Dode herdenking voor de mensen die voor ons hebben gestreden. Dat is best lang geleden. Morgen vieren wij de vrijheid van iedereen in ons leven. Nu eren wij de mensen die voor ons hebben gestreden. Zeg mij waarom Hitler heeft bestaan. Hij richtte zoveel afschuwelijks aan. Zeg mij waarom. Opgepakt? Om wat? Blauwe ogen? Blond haar? Geloof? Zeg maar waarom. Families uiteengerukt. Weggestopt als beesten in kampen. Zeg maar waarom. Hard werken, pijn, honger, ziekte, elke dag weer. Zeg maar waarom. Niets werd er gezegd en wij moesten zwijgen. Zeg maar waarom. Een douche leek de dood. Zoveel onschuldige mensen die niets verkeerd hebben gedaan. Zeg maar even niets. Daarom is deze dag gehuldigd in rouw. Daarom herdenken wij op 4 mei de vele slachtoffers. Daarom herdenken wij de mensen die hun leven gaven. Daarom kunnen wij weer in vrijheid leven. Daarom mogen wij iedere dag, ja iedere dag, blij zijn. Waarom? Om het feit dat wij in vrijheid leven. Door alleen het geruis. Waar is mijn familie, die ik niet meer zie? Overal zie ik geweld. Is hier dan niemand die telt? Niks is meer gewoon, zoals het vroeger was. Waar zijn de vrienden uit mijn klas? Niet hier. Wat doe ik hier? Wat heb ik gedaan? Blijf ik hier dan voor altijd staan? Is dit mijn plek? Waar is mijn toekomst? Een beetje in de vergetelheid dreigt het te raken, zal ik wat meer vertellen. Op 7 april jongstleden is in het Spaarbankbos even ten noorden van Hogeveen ter nagedachtenis aan hem en 2 anderen een herinneringsmonument onthuld. Het was wel een bijzonder lugubere ontdekking die mijn vader een dag na de bevrijding van Hogeveen deed toen hij over een boslaan gaande op weg was naar zijn land. In een greppel trof hij de lichamen aan van 3 nog vrij jonge mannen. Ze lagen enigszins over elkaar heen en duidelijk te zien was dat ze waren doodgeschoten. En alsof dat nog niet genoeg bleek te zijn, was een van hen ook nog de schedel ingeslagen. Wat moet je in zo'n situatie doen? Goede raad was duur. Mijn vader ging terug, haalde er een buurman bij en samen besloten ze om de ontziende lichamen naar het ziekenhuis Bethesda in Hogeveen te brengen. Maar goede vervoersmiddelen waren niet meer beschikbaar. Die waren door de Duitsers gevorderd. Gelukkig had mijn vader de paarden, die ook een gewild roofgoed waren voor de bezetter,
wij een buurman die wat verder van de openbare weg afwoonde laten onderduiken. Er was alleen nog een wipkar beschikbaar. Daar werden de lichamen opgelegd en bedekt met een deken werden ze weggereden en opgebaard in het baarhuisje bij het ziekenhuis. Dat ging om de 22-jarige Sybrand Jan van der Linden uit Dedemsvaart. Sybrand Jan was geboren in Den Haag. Later verhuisde het gezin naar Amsterdam. Vader en moeder sympathiseerden met de NSB. Toen er werkkrachten in Duitsland nodig waren, meldde Sybrand Jan zich daarvoor aan en hij vertrok naar Duitsland. Maar toen hij daar enige tijd had gewerkt, werd hem duidelijk dat hij zich deerlijk had vergist. Het nationaal-socialistische systeem bleek een duivelssysteem te zijn, waar hij zo snel mogelijk uit probeerde te komen. Maar een van de weinige mogelijkheden om verlof te krijgen, was een verzoek in te dienen om te mogen trouwen. Dat kwam goed uit. Hij had namelijk verkering met een meisje uit Dedemsvaart, dat hij in de tijd dat hij nog in Amsterdam woonde had leren kennen. Het meisje heette Catharina Maria van der Merwe. Ze was teruggegaan naar Dedemsvaart en woonde bij haar ouders, die een garen- en bandwinkel hadden aan sluis 6. Het verlof werd verleend en Sybrand Jan en Catharina Maria trouwden. Kon hij zich niet tijdig uit de voeten maken en hij werd opgepakt. Hij werd overgebracht naar het kamp Erika bij Ommen, waar nu de camping Westermerberg is gelegen, een strafkamp voor onderduikers en verzetsmensen. Daar werd een waarschrikbewind gevoerd, onder meer door Nederlanders die zich in Duitse dienst hadden gesteld. Door zware bosarbeid, ziekte en mishandeling en slecht eten hebben 170 mensen het kamp niet overleefd. Begin april 1945, men kon de tanks van de Canadese bevrijders, die bijna tot Lemelen waren opgerukt, bij wijze van spreken al horen ratelen, werd besloten om het kamp te ontruimen en de gevangenen over te brengen naar het kamp Westerbork, om zich in de buurt van Spier aan het oog van zijn bewakers te onttrekken. Dwars door de weilanden en over akkers en ander onbegaanbaar terrein wist hij 's avonds met nog twee vluchtenden het dorp Pessen, even ten noorden van Hogeveen, te bereiken. Onderweg hadden ze kans gezien om hun gevangeniskleren te verruilen voor een burgerkloffie. Het geluk was ditmaal aan de kant van Sybrand Jan. Hij en zijn makkers klopten aan bij een boer die de situatie meteen door had. De jonge mannen waren welkom en ze konden, na eerst een behoorlijke maaltijd te hebben genoten, daar ook de nacht doorbrengen. De volgende dag scheiden hun wegen. De twee metgezellen wilden naar het zuiden, de bevrijders tegemoet, maar Sybrand Jan wilde zo spoedig mogelijk Dedemsvaart proberen te bereiken, waar zijn jonge vrouw, hun kind en zijn schoonouders in grote onzekerheid op zijn terugkomst hoopten. Eén barrière moest nog worden genomen. Dat was de Hogeveense Vaart. De bruggen werden zwaar bewaakt door landwachters die hun vijand, maar onze bevrijders, moesten proberen tegen te houden. Maar zwemmen, toch zo'n 10 tot 15 meter, was ook geen optie. Uiteindelijk kwam hij terecht bij de sluis in de weide in Hogeveen, die ook zwaar bewaakt was. Helaas kregen de landwachters Sybrand Jan in de gaten en hij werd in de kraag gevat. Op de 7e april werd hij overgebracht naar het kamp Ten Arlo, even ten noorden van Zuidwolde, waar in barakken een afdeling van de Duitse Luftwaffe was gehuisvest. Maar toen men daar de volgende morgen vernam dat de Canadezen al tot Balkbrug genaderd waren, werd besloten om het kamp te ontruimen en te vertrekken in noordelijke richting met medeneming van enkele gevangenen. Even ten noorden van Hogeveen, in het Noorderhuis, een voormalig vakantie, de 9e april hadden de Duitsers in het Noorderhuis bericht ontvangen dat de Canadezen nog verder naar het noorden waren opgerukt en ook daar besloot men om een veilige plaats te bereiken. Men zat echter met de drie gevangenen in de maag. Moesten ze worden meegenomen of? Toen aan een voorbijkomende officier die hoger in rang was dan de commandant van het Noorderhuis werd gevraagd wat met de gevangenen te doen, was zijn oordeel even kort als afschuwelijk. Erschießen. Begeleid door twee Duitse soldaten en een onderofficier werd het drietal afgevoerd in de richting van Hogeveen. Aangekomen bij de laan die leidt naar de Spaarbankhoeve, werd links afgeslagen een bospad in. En daar, op de zeven heuveltjes, werd het afschuwelijk lot van de drie jonge onschuldige mannen,
die op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats waren, voltrokken. Met een nekschot werden ze en had hij meegenomen naar huis. En toen de bril werd getoond, was de jonge vrouw Catharina van der Merwe ervan overtuigd dat het de bril was van haar man Sybrand Jan van der Linden. En toen door het Rode Kruis ook de foto's werden getoond, was er geen twijfel meer mogelijk. Het graf werd geopend en Sybrand Jan werd herkend. Af.